cocktailavontuur. Volgens de hedgekaart ligt het ei hier ergens op het stuivende strand. Misschien zijn wij lekker aan het surfen in de zon. We waren vergeten dat het Hatchtopia Zandkasteeldag was. Dus we besloten mee te doen aan de wedstrijd en daarna het ei te zoeken. Skankel is begonnen met jureren. Wat wordt het thema van ons zandkasteel? Is glitter een thema? Ik hou van glitter. Nee, dit zandkasteel moet groots worden. Echt niet? Het moet het leven voorstellen. Nee, we maken vensters. Heel veel vensters. Glitter! Grootheid! Vensters! Samenwerken bleek toch heel ingewikkeld. Ons zandkasteel werd een heel vreemd rommeltje. Dus... Geweldig! We hoeven nu alleen nog maar te wachten tot we de eerste prijs ontvangen. We zijn het ei vergeten! Duh! Oost-West Sandnes Best. Kan een ei ook schitteren? Blijf van mijn nieuwe zandhuis af. Stuif weg, indringers. Terwijl wij het ei aan het zoeken waren, bleek er een crabbler in het zandkasteel te zijn gekropen. Vast vanwege de vensters. Volgens die vlag is het van mij, samen met dit kunstvoorwerp. Het ei! Kunst of niet, we moesten dat ei terugkrijgen. Tijd om het zandkasteel te bestormen. Ik wil ook een helm hebben. Aanvallen! We hadden het ei terug. Maar jurylid Skunkel zei dat ons kasteel niet aan de eisen voldeed. Wat dat ook betekent. Maar wij vonden het kasteel wel mooi. Maar arme Crabbler was verdrietig. Hij was zijn nieuwe huis en zijn kunstvoorwerp kwijt. Dus we wilden hem helpen. In Team Hatch-stijl. Oh, geweldig! Bedankt, Team Hatch. En nu wegwezen van mijn landgoed en mijn nieuwe kunstvoorwerp. Ik ben kunst!